Ik heb lang geoefend en ik kan dat ook. Ja. En is dat dan mogelijk? Ja, dat kan. Het is om te beginnen een kwestie van anders kijken. En mijn buurvrouw die zei laatst, ja, Arne, is allemaal leuk verteld voor jou. Maar dat is natuurlijk ook de reden waarom ik er nou juist 20 koop. Dat is ook niet slim, hè? Kijk, die is zo groot. En wie niks aan. En u krijgt de kans om te kiezen de heer Modderaar. We noemen dat het Pareto-effect. En dat is ontzettend belangrijk bij veranderingen in organisaties. Optimistisch, ze zitten ook hier. Het zijn vaak de mensen die zeggen, nou, daar ga ik aan beginnen zonder er echt goed over na te denken. Daar waar Obama veel meer een winnaar is, daar is Trump veel meer de baas. Kijk maar even naar waar hij zijn paraplu houdt. Als we dat kunnen, dan zijn we dus als mens ook in staat om er dan nog iets bewust aan toe te voegen. Kijk maar eens wat Stingy doet. The blood will flow, when flesh and steel are one. Op dat moment ontstond er eigenaarschap. Op dat moment was de afspraak veel meer van de patiënt zelf. Nou, hier lachen ze, als blijkt dat ze dezelfde kapper hebben. Sterker nog, we zullen fouten moeten maken. Het is juist bevorderlijk voor het hele proces. Dus laten we nou eens kijken hoe dat die mensen nou zelf gereageerd hebben op hun fouten. Is it getting better? Or do you feel the same? 'Cause I'm a cowboy on a steel horse I ride. If there's somebody calling me on, dankjewel. Hoe ik lach, hoe ik zweef, hoe ik zing. Dit is voor mij de verandering. Dankjewel.